De leiders van Saoedi-Arabië en CARICOM hebben op 16 november tijdens de Saoedi-Arabië-CARICOM-top een gezamenlijke verklaring getekend. Ook president Chandrika Prasad Santokhi heeft namens Suriname de verklaring getekend. De verklaring benadrukt hun wederzijdse belangen en vriendschappelijke betrekkingen, waarbij ze zich inzetten voor samenwerking op gebieden als vrede, veiligheid, economische ontwikkeling, handel, toerisme, onderwijs, gezondheid en klimaatverandering. Er worden concrete stappen en doelstellingen genoemd, waaronder het bevorderen van duurzame ontwikkeling, het versterken van culturele uitwisselingen, het ondersteunen van Saoedi-Arabië's kandidatuur voor de Expo 2030 en het organiseren van grote sportevenementen. De leiders benadrukken ook het belang van gezamenlijke actie tegen klimaatverandering en verwelkomen initiatieven zoals het Midden-Oosten Groene Initiatief en de oprichting van een internationale waterorganisatie in Riyadh. De top is afgesloten met het vooruitzicht van de tweede Saoedi-Arabië-CARICOM-top in 2026. Ook heeft de president samen met Bibi's minister Albert Ramdin een productief gesprek gevoerd met Sultan Abdulrahman Al-Marshad, de CEO van het Saudi Development Fund SDF. De SDF wil de samenwerking met Suriname intensiveren door een scopingteam met experts naar het land te sturen. De projecten waarop de samenwerking zich richt zijn voor zorgvuldig geselecteerd om directe verbeteringen te brengen in het dagelijks leven van het Surinaamse volk. De president en zijn delegatie worden vandaag weer verwacht in Suriname.